Een week geleden was ik over het strand aan het wandelen met mijn hond. En toen ging de opgang op en toen kwam ik langs een bordje. En toen zag ik nat staan. En ik duwde het tegenaan en het bleek een hele plank te zijn. En toen bleek er een hele naam op te staan. Assanat. Dus ik heb internet, heb ik die naam ingetoetst. En toen kwam ik op een verschrikkelijke ramp terecht. Toen Trudy Westdorp las over wat er gebeurd was, nam ze contact op met Omroep Zeeland. En die weer met de reder, de eigenaar van het schip. Het resulteerde in een ontmoeting op het strand vandaag. Ja, ik ben de reder. Ja, Willy Versluis, ja. Uit Oostende. Kijk eens wat ik gevonden heb. Ja, dat is het. Ja. Dat was vastgehecht, want het was een houten brug en die was volledig vernield. Ja. Bij het terug opbrengen van het schip. Ja. En de Assanat. Maar het feit dat het hier gevonden is, is toch al toch meer deugd voor ons. Het was een emotioneel moment voor de reder. Vooral dus omdat er nog één opvarende vermist is. Hey, dat ik zeg, kijk, als het bordje hier aangespoeld is, dat wil dus zeggen dat de stromingen in deze kant kan hier zijn. Maar hier heb je wel het strand waar dat het meest aanspoelt door de stroming. En wij hopen, maar dat kan natuurlijk wel een beetje de tijd nemen, dat het toch nog gebeurt. Tenzij natuurlijk dat hij op een andere manier blijven vasthaken is aan iets. En dat weten we niet natuurlijk. Maar we hopen toch. Het bord gaat terug met Versluis naar zijn werf in Oostende. En Trudy, die is blij dat er contact is geweest. Ik was heel dankbaar dat er in ieder geval iets tastbaars weer terug is gekomen. Want de hele stuurhut is weg. En alleen bordjes over van de stuurhut. Dus ja, ik vind het wel bijzonder.